Goedenavond. Volgens de BVD worden in Nederland zelfmoordcommando's geronseld voor de jihad. Ons land is een aantrekkelijke uitvalsbasis, want hun praktijken vallen onder de noemer actieve euthanasie. Dit was er nog meer in het nieuws. Special effects nieuwe Star Wars film vallen tegen. Al-Qaeda stuurt spion vooruit voor nieuwe aanslagen. Bush tegen Paus, moet je kijken wat ik op het Sint-Pieterplein heb gekocht. Laatste overgebleven renner in Giro ontkent gebruik van doping. Welkom, dit was het nieuws. Misschien de laatste, want je weet nooit of de nieuwe coalitie ons uit het regeerakkoord gooit. Ik stel u voor aan de gasten van vanavond. Naast Raoul, de presentator van het VARA-programma De Gids en de baas van Nederland 3. Maar hier moet hij zijn best doen om gelijk te krijgen. Matthijs van Nieuwkerk. Naast aan Jaap, de man die bewezen heeft dat je ook tot het establishment kunt gaan behoren als je overal tegenaan trapt, Henk Spaan. Wat een mooie dag voor een eerste ronde. Beelden uit het nieuws van de afgelopen week met de vraag, waar gaat het over? Voor Raoul en Matthijs. Dit is misschien een rij voor een van de vele condoleanceregisters. In de periferie van Amsterdam-West, zo te zien. Dit is datzelfde condoleanceregister vlak voor sluiten. Het zijn er vele. Het zijn er echt veel. Maar het was ook wat. Ja, ik denk dat het met het generaal er wordt zelfs een baby op de valreep. Misschien zijn ze aan het inzetten. Het was een jongerenzender, ja. Nee, het is waarschijnlijk met het... Wat voor wat? Het is met het generaal hè. Dat is het waarschijnlijk. De schijnbeweging van de LPF. Ja, ik vond dat mooi, hoor. Voel je dat niet mooi? Omdat je mag nu in Nederland... Ze zeggen, je mag niks meer zeggen, maar volgens mij is het omgekeerd. Je mag in Nederland tegenwoordig alles zeggen, want het maakt helemaal niet meer uit. Je mag dus één dag zeggen, iedereen wordt legaal. En dan zegt iemand anders weer, nee, niet iedereen. Oh nee, niet iedereen. En dan, weet je, alleen die mensen die er 5 jaar zijn. Oh ja, dat doen we. En dan een dag later zeg je, nee, het gaat helemaal niet door. En dan zeg je even nieuws. Je mag alles zeggen, dat vind ik zo mooi in Nederland. Je mag nu alles zeggen. Dus dit ging over de... Generaal Pardon, over een week hoor je, dit is echt het laatste wat er in Nederland over het generaal Pardon wordt gezegd. Het heeft te maken met het feit dat die man toen een brief met een kogel erin in zijn bus had gekregen. Ja, dat kan ook. Misschien heeft dat hem... Dan verandert je mening misschien wel. Wat vinden we van de illegale? Illegaal? Maar waarom stonden deze mensen allemaal te dringen? Nou, om zich aan te melden als illegaal, denk ik. Dit waren legale... Deze mensen konden allemaal een verblijfsvergunning krijgen, tussen 2 en 5. Er zijn toch wel genoeg verblijfsvergunningen voor iedereen? Of dat dan weer niet? Nee, dat dan weer net niet. Nou, 5 uur gaat de deur dicht, hè? Oké. Okay. Ah, ik vind het ook het zijn ook briljante oplossingen. Kijk, ze zeggen, we al jaren is hier het probleem. We hebben illegale, wat moeten we ermee doen? En dan zegt iemand, we noemen ze legaal. Dan zijn ze weg. Ja, je kunt er heel lang over lullen, maar het is nog nooit zo makkelijk opgelost. Zwarte verblijfsvergunningen uitdelen. Gewoon net als dat je zwarte kaartjes kan koken ergens, dat je gewoon ook een hoekje... Hey, pst. Wil jij pardon worden, generaal? Weet je wat die manier? Ja, ik denk het wel. Er zit een handel in. Nou, het is moeilijk. Maar volgens mij heeft het wel met die kogels te maken, inderdaad. Toch? Want Herben, die was in één keer om. Zou die bang zijn echt, denk je? Ja. Ja. Wat Herben? Nee, die is nergens bang voor. Nee? Is mat herbe, mensen. Ja. Dat is ook weer waar. Nee, maar die zei het was een truc, hè? Dat vond ik ook wel mooi. Hij zei het was een truc, want wij hebben nu precies wat we wilden. Dit was een truc van hem, om net te doen of dat gebruikt ze als hoe noem je dat? In onderhandelingen. Dat je dat gebruikt. Wisselgeld. Als wisselgeld. En dan geef je daarop toe. Twee en dan krijg je het anders. En dat zei hij. Heeft het naar zichzelf gestuurd, zeg maar. Ja, dus dat is wel... Nee, die kogel niet. Dat heeft hij niet gedaan. Nee, dat is lullig. Dat vind ik, daar moet ik geen grap over, maar dat is wel een beetje erg. Nee, maar ik dacht dat je dat bedoelde. Alleen dat is wel een probleem, hè. Met die kogels, vind ik. Mm-hmm. Dat als je... Kijk, de eerste keer schrikt iedereen. En de tweede keer... Maar stel nou dat dit zo doorgaat. Kogel van de week. Ja. Nee, dat is toch erg. Je ziet nou al.
kan je vorige week niet zeggen. Maar stel nou dat het elke week er een kogel. Dat maar ik heb hem liever in een brief dan wanneer ze hem uit een pistool laten komen. Ja. Jij bent er wel voor dat het op die manier. Ja, als op die manier de munitie uit, ja, uit het leger weer trekken. Maar wordt er dan ook zo'n brief zonder postzegel? Dat je zelf nog eerst 80 cent moet maken. Moet er op een kogel. Ja. Ja. Ik heb hier een geladen pistool. Goed, het was goed. Na wat minder eendrachtige geluiden uit de LPF is een generaal pardon voor illegalen nu definitief van de baan. De LPF is het na dit weekend over één ding eens en dat was voorlopig al moeilijk genoeg. Voor alle illegalen die nu denken, wat is een generaal pardon eigenlijk? Maakt niet uit, want het gaat toch niet door. Weet je wat? Stel je voor dat er een generaal was die generaal pardon heette. Gefeliciteerd, Harm Edens. Je bent de 1000ste die deze hilarische woordgrap gemaakt heeft. En wat heb jij gewonnen? Kom er maar bij, Tanja, en laat het zien. Ho-ho-ho! Een Max Tailleur moppenboek, een heerlijke fles Old Spice en weer 10 nieuwe boeken van Raoul Heertje. Een filmpje voor Jan-Jaap en Henk. Ja, over humor gesproken. Dat is Bart de Graaf volgens mij. Ja, dat is Bart de Graaf. Ja, die is dood, hè. Ik ga meteen punten rollen. Ja, nou, meteen een punt. Heel goed. Oh ja, daar doet hij dat. Wat in de krant stond. Ja, dit is toch Bart de Graaf. Ja, het is een beetje... Het is een beetje raar in die zin dat... Dat werd ook als breaking news aangekondigd, midden op de radio. Terwijl, ja, natuurlijk is het heel erg, maar het is sinds Pim Fortuyn worden dat soort dingen een beetje met meer bombarie gebracht dan misschien goed is. Maar hij, ja, hij is overleden. En dan mag je natuurlijk niks lulligs zeggen. Nou, ik... Nee, dat mag dan niet. Nee? Dan demoniseer je Bart de Graaf weer. Ja, maar dat geeft niet. Krijg je brieven met hele kleine kogeltjes door je brief. Ik vond het wel grappig. In de Telegraaf stonden meteen de beste vrienden van Bart de Graaf op. Wie zijn dat? Henny Huisman en Carlo Boshart. En waar? Ja, die werden uitgebreid geciteerd. Het was zo erg dat Bart dood was en ze waren altijd zijn beste vriend geweest. Maar een jaar of 7 geleden ging Ischa Meijer dood. En toen had je ook Henny Huisman en Carlo Boshart waren de beste vrienden van Ischa Meijer. Pagina in de Telegraaf. Ik weet niet, dus als ik nou binnenkort doodga... Ja. En in de Telegraaf staat dat Henny Huisman en Carlo Boshart mijn beste vrienden zijn geweest... Dan wil ik hierbij, notarieel door jou bezegeld, okay, vastleggen dat ik ze nog nooit heb gesproken. Okay. Maar ik zou wel mogen in de Telegraaf, als je beste vriend. Als je daar een voordeeltje uit kan putten, zou ik het doen. Maar waarom moeten we nu steeds ontzettend aardige dingen zeggen over Bart de Graaf? Ja, we hebben wekenlang geleefd in de geest van Pim. Daar is nu godzijdank een eind aan gekomen. Dus we gaan nu leven in de geest van Bart. Van Bart. Een paar weken. En Bart had niets anders gedaan. Stel dat jij nou was overleden, Henk. Ja. Om een ontzettend goede, grove, ordinaire grap erover te maken. Als je maar kan lachen, is de grap goed tenslotte. Wat zou je bijvoorbeeld over Henk zeggen? Mag ik de komieken niet uitdagen om een... Over om een, Henk? Vind je niet zo langzaam... Nou, niet, stel niet Henk is dood, dan zou je Henk dan ook goed trouwens. Maar over Bart. Moeten we niet gewoon nog een... Ik spreek jullie even aan op jullie op het gilde van de komieken. Daar zitten jullie toch voor? Ja, Bart was... Bart, moet je mij horen. Bart de Graaf. Meneer de Graaf. Nee, zoals mijn opa dat altijd zei, die zei altijd van... Nou, ik vind het zo'n vervelend veentje. Toen zei ik, ja, mijn opa, hij heeft een nierziekte en hij is eigenlijk al 21. Oh ja, dan vind ik het toch wel leuk. Dat is volgens mij een beetje... Het is een beetje zijn tragiek geweest volgens mij. Ja. Maar Raoul, heb jij nou nooit sinds de dood van Bart de Graaf? Jij denkt, elke dag moet jij in jouw comedyclub nieuwe grappen brengen. Ik heb er nooit gedacht van, ik moet eigenlijk nu aan de stand verplicht een paar grappen over maken. Ik ben helemaal in de geest. Je doet hem onrecht aan door het niet te doen. Nou, zo. Hij maakte zelf inderdaad ook wel vrij, soms wel walgelijke grappen over mensen die dood gingen. Mm-hmm. Je zou inderdaad... Mm-hmm. Ik zou kunnen zeggen, voorbedurende wat ik al eerder heb gezegd, dat ik nu eindelijk mijn donorcodicilpapier op ga sturen. maar dat zou ik natuurlijk niet zeggen.
Nee, ik vind het moeilijk, maar ik vind het, wel, het is namelijk een rare sfeer inderdaad. Er gaat ook elke week iemand, er is ook elke keer aangepast programma. Dood van de week. Ja, er is, het is eigenlijk nu, er komt toch wel een avond denk ik komende week hoop dat ze zeggen, nou het is heel vervelend, maar er is niemand dood, we hebben een film. Ja, het is elke avond, het is gewoon niet meer. Ja, er is een weet je wat ik ook vind, als iemand doodgaat, laat nou gewoon eens die mensen eromheen gewoon eens verdriet hebben. Het is meteen een nationaal, ook dan komt er een condoleanceregister op internet. Ja, en dat is helemaal. Nee, maar laat mensen gewoon, dat had ik met Pim Fortuyn ook, laat nou eerst gewoon eens de mensen die eromheen zitten, laat die nou gewoon eens verdriet hebben met elkaar. En niet altijd gezeik meteen van iedereen. Ja, dan wordt ook weer, dan gaat iedereen ook weer zeggen van, ja, zijn grap waren niet altijd even goed, maar als mens heeft hij me toch geraakt. Dat hoef je helemaal niet te zeggen. Je kan natuurlijk gewoon, je hoeft helemaal niks te zeggen inderdaad. En als je dan wat zegt, nou, erg dat hij dood is. Omdat het erg is dat er een mens dood is, klaar. Oh, oké. Okay. Ja. Gaan ze ook zeggen dat hij daar boven, gaan ook allemaal mensen zeggen dat hij daar boven naar beneden zit te kijken zo. Ja, eindelijk vanuit ja, eindelijk een beetje precies. Hoger standpunt. Ja. Terwijl daarboven is hij nog steeds zo klein volgens ja. Ja, hoe zou dat ook zijn? Ja, dat weet ik niet. Ja, ja denk ik nee. Wel. Zit hij weer tegen zo'n wolkenrand op te kijken? Ja, dat ziet hij het weer niet. Nou, Katja Schuurman is dronken geworden, toch? Op ja, maar de ga je niet dood aan, hallo? Nou ja, zoals zij. Oh ja, dan zo gaat er nog mij rijden ook inderdaad. Het waren verzachtende omstandigheden. Ja, dat inderdaad. Stond in de krant. Ze was gepakt vanwege dronken, maar ja. Het was verzachtende omstandigheden. Ja, dat werkt wel. Katja Schuurman, die, maar die heeft de auto moeten laten staan. Dus dan heb je dus een dronken Katja Schuurman die thuis moet worden gebracht. Nou, en dat deed die agent. Volgens mij hebben die agenten een leuke avond gehad. Ja, wat vond jij van Bart? De Graaf. Gewoon Bart de Graaf. Ja, Bart de Graaf. Jij bent, maar jij bent een beetje een intieme vriend van of zo? Maar ik zag jou ook tevreden. Ja, maar je was uitgebreid ook in die ja, herdenkingsavond. Maar was je echt een vriend of dacht je... Nee, ik ken hem heel goed en de BNN'ers ken ik heel goed. Dus een aantal daarvan ben ik wel bevriend. Maar Bart bijvoorbeeld, Bart de Graaf, belde je hem wel eens? Nee. Kwam je als op zijn verjaardag? Nee. Als je nou een probleem had, belde je hem dan op? Dan wel. Maar alleen met kleine problemen. Maar eigenlijk ben je hem gewoon een keer op een feestje bij een borrel tegen. Ja, ik ben dronken over hem heen gereden, ja. Nee, maar ik ben hier de presentator. Ja, ik begrijp het. Ik keek niet zoveel naar hem. Ik vond hem niet bijster leuk. Hij was wel een keer in een uitzending van de Gids. En toen vond ik het zeer aandoenlijk dat wij hebben de kleedkamer op één oog. In die studio waar we zaten. En die hebben we voor die uitzending naar beneden verplaatst, omdat hij de trap niet meer op kon. En daar schrok ik lichamelijke echt conditie. Heel erg, ja, maar hij was er echt heel erg slecht naartoe. Ja. En het was een ontzettende aardige jongen. En wat hij was, was ad rem. En dat zijn buitengewoon weinig mensen. Ja. Ja! Henk? Wat wil je weten? Bart de Graaf. Ik heb bij Veronica gewerkt. En ik heb ook een halfjaartje bij Bart in de redactie gezeten. Dus ik kon hem. Aangedaan door zijn ontstijgen? Nou ja, je schrikt altijd als mensen die je wel kent die doodgaan natuurlijk. Dus je schrikt je de beroerte. Ja. Maar het was niet mijn beste vriend. Dus ik... Heb je beste vrienden? Ja hoor. Maar niet Henny Huisman en Carlo Bos. Laat dat in godsnaam duidelijk zijn. Ja. Maar ik hoop wel dat er tijdens dit wereldkampioenschap voetbal nu even niemand doodgaat. Hè? Want stel je voor dat ze bijvoorbeeld Argentinië-Engeland dan niet uitzenden. Zou dat kunnen? Ja, dat kan. Het is gebeurd. In 1962 ging koningin Wilhelmina dood. Het koningshuis en dan... En toen hebben ze Feyenoord-Vazas, een Europacup-wedstrijd, live hebben ze niet uitgezonden. Maar dan kun je toch op Duitsland kijken. Ik neem dat, die oude koningin, nog steeds kwalijk. Je hebt wel kans dat Engeland de wedstrijd wel uitzendt, denk ik, in dit geval. Oh. Precies. Maar dat begint een uur eerder. Ja. We zagen beelden uit de bonte carrière van Bart de Graaf, die na geteisterd te zijn door de meest uiteenlopende ziekte op 35-jarige leeftijd overleed. BNN gaat verder in de geest van Bart. En we weten allemaal wat dat betekent. Gerard Joling werkt aan een nieuw nummer. Bart de Graaf heeft heel veel gedaan in zijn leven, maar ik zal hem toch altijd blijven herinneren als dat kleine, wijze mannetje uit Star Wars. Voor beide nog een filmpje. Hey. FIFA. FIFA Blatter. Blatter. Zet een oplichter. Schurk. Nog deze mensen denken allemaal, oh nee.
Ik vond het ongelooflijk dat hij weer herkozen werd en dat ze toen moesten ze allemaal gaan klappen. Oh, dit is de openingsceremonie, die heb ik niet gezien. Dat heb ik ook niet gezien. Nou, dit ziet er mooi uit. Ja, het was heel vroeg natuurlijk. Hè? Dus die man staat nog in zijn ochtendjas. Ja. Het is voor hen ook vroeg hoor. Het is voor hen helemaal niet avond. Het is ook gewoon ochtend. Schitterend, schitterend. Dit zijn de drie ringen van de WK voetbal. Dat komt door. Oh, dit was gisteren. Gisteren, ja. Dit was gisteren. Ja, dit is... Dit is Zoe, hè? Dat is nu al de eerste. Dat is Djouf. En dit is papa Djouf. Kwakwa, hoewa, hoop, Djouf. Djouf. Booba Djouf. Booba, booba, bob, is dat, hè? Kijk nou. Meteen in de was. Dit is wat we missen, hè? Ja, maar dit vind ik een zwak dansje, eerlijk gezegd. Moet eens kijken. Kijk, nu wordt het wat. En dan schakelen we schakelen. Ja. Maar dat kennen wij niet in Nederland, hè, dat dansje. Nee. Niet naar het WK, daar kunnen niet zo juichen. Ze moeten alleen maar dat soort mensen sturen. Gewoon allemaal dansen en spelen. Roger toch, die ging zo. Ze moeten de volgende keer met zo'n grote pot en dan de scheidsrechter erin en dan gaan koken. Je beslist voor jezelf, nou, ik ga niet alle wedstrijden kijken, zo overdreven. Maar volgens mij ga je dan toch, als je iedere ochtend toch dan opstaat en je zit in dat ritme, dat je dat toch allemaal gaat kijken. Ja, natuurlijk. Jij moet voor je werk kijken. Jij moet cijfers geven, toch? Ik geef cijfers, maar ik kijk ook voor mijn lol. Ja. Maar mag je dat dan van je vrouw? Zeg je dan, ja, dit is mijn werk? Of heeft ze wel door dat je het voor jezelf een beetje... Ik zeg natuurlijk altijd, ik moet werken. Ik ben iemand die kan zeggen, als hij het voetbal op tv aanzet, ik moet werken. Ja, mooi. Ja, dat is goed, hoor. Maar jij hebt een dochter, hè? Dat hoorde ik van Henny Huisman. Ja. Laat het allemaal niet doen. Even terug naar Blatter. Ja, Blatter. Jij weet dat, Henk. Ah, hij vindt juist niet, ik denk niet dat hij helemaal deugt. Sportbesturen zijn over het algemeen samengesteld uit gangsters of onnozelen. En volgens mij moeten wij de voorkeur geven aan Anton Geesink. Als je toch moet kiezen. Dan maar de gangsters, zeg maar. Dat zijn jouw woorden, hè? Ja, natuurlijk. Oh ja. Jij krijgt echt een hele aantal geesten. Een overlop krijg je. En als die op je zit, kom je er nooit meer onderuit. Dat is waar, dan ben je kansloos. Maar op zo'n moment dan ga je handen toch jeuken dat je niet meer bij het parool zit? Ja. Wat doe je dan met dat gevoel? Je vrouw in elkaar slaan. Ja. Nou, ja, ben je al met manager nu of niet? Ja. Hoe lang al? Vanaf januari. Maar jij weet stiekem heus wel dat dat niet lang gaat duren. Nee, serieus. Nee, ik wou het er niet over hebben, maar nu... Ja, even wel. Ja, leuk. Nee, ja. Dat is toch niks voor jou. Je bent er veel te jong en grappig voor. Jij weet ook, die omroepen, dat moet zo snel mogelijk allemaal weg. Dat weet je zelf ook. Mm-hmm. Jij denkt natuurlijk, ik kan het veranderen, maar jij hebt ondertussen al door... Dit is allemaal veel te groot en te saai en te zuur. Dat kan ik niet veranderen. Zelfs ik, Matthijs van Nieuwkerk, ben niet grappig en energiek genoeg... om deze losers op een of andere manier een ander... En Henk, weet dat gelijk heb. Ik zei dat niet, door, ik zei, niet. Ik versta je heel slecht. jij haat dat ja niet, hè? Dat weet je zelf ook. Ach, Martijn, kom toch bij de trots. Dat is toch raar? Want jij bent niet een dom man, jij weet dat ook. Jij weet dat ik nog geen woord gelogen heb. Is dat niet raar? We hebben de tijd hoor, lach maar even lekker uit en dan krijg je maar een antwoord. Zal ik het bekend maken dat je me ophoudt? Daar is de camera. Dames en heren van de netten. Net 3 zoekt de manager. Nee. Goed, nou dat is dan geregeld. Ik vind het wel eerlijk van je. Ik vind je bent ook veel te eerlijk. Kijk, als je zo'n penis bent, dan zou net mensen zeggen... Nee, ik vind het hartstikke leuk. Maar dat ken je niet, hè? Dat vind ik mooi. Was er weer een filmpje? Nee, dit was het laatste filmpje. Dus oh, nee, maar is het wat? Heb je de winter een beetje onder? Wordt het wat? Leuk? Themaavonden? Gezellig? Hij heeft het toch al beantwoord? Ja. Nee, hij zegt niks. Ik ben ontzettend hard bezig en we gaan het allemaal zien. Zo we gaan er tegenaan, moet je dat zeggen. Moet je zo'n knuisje moet je doen. Jotten. Blatter. Klaar. Taag schoren. Ellende. We komen er zo gewoon weer op terug bij de tweede. Dit is duidelijk, lijkt me. Gisteren begon het WK voetbal. Ondanks aantijgingen van de corruptie is Sepp Blatter gewoon herkozen tot voorzitter van de FIFA. Het schijnt dat vooral de kleine voetballanden zijn omgekocht. Maar dan hebben wij toch ook recht op een deel van dat geld? De supporters in Korea gedragen zich voorbeeldig. De enige die hondenlul roept is de snackverkoper in het stadion. De
De stand na de eerste ronde. Een beetje van dit en een beetje dat. Het is 4-4. Het is weer lente, dus er is weer een hoop te kijken, ook in de tussenronde. Beide teams krijgen een foto en daar moet een onderschrift bij. Aan het eind van het programma vertellen ze ons wat ze hebben bedacht voor Raoul en Matthijs. En voor Jan-Jaap en Henk. Als Annemarie Jorritsma met een zak over haar hoofd, schamen wij ons de tweede ronde in. Opvallende koppen uit de krant met de vraag, welk bericht stond hieronder? Voor Jan-Jaap en Henk, een eigenaardig duo stuift door Afrika. Ja, het schijnt dat Basje en Adriaan... Nieuw filmpje. Die hebben een schat gevonden. In Afrika. Ergens in een piramide. En ja, daar zijn ze nu naar op zoek, zou ik maar zeggen. Maar de baron die zit er ook achteraan. Dus dat wordt nog heel spannend. Ja. Of het zijn Carlo Boshart en Hennie Huisman. Denk op zoek naar een dode. Hennie, yeah. Vind je daar wel? Nee. Jullie een idee? Ik dacht, ook omdat we dit willen winnen vanavond, dat het hier om Bono ging. Die is op bezoek. Bono en Adriaan. Bono en Adriaan. Het is zo makkelijk. Bono in ieder geval. Hij heeft een Amerikaan bij zich. Ik dacht de minister, maar ik weet niet precies. Popster Bono en de Amerikaanse minister van Financiën, Paul O'Neill, trekken ruim een week samen door het armste continent ter wereld. Bono pleit daarvoor schuldenverlichting voor de ontwikkelingslanden. Minister O'Neill heeft een hoop nieuwe ideeën opgedaan. Hij heeft ontdekt dat mensen het ook onder het bestaansminimum nog behoorlijk lang vol kunnen houden. Ik vind trouwens, als je kunt leven onder het bestaansminimum, is dat eigenlijk geen minimum. Toch snap ik nooit wat het probleem met Afrika nou is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het grote internationale succes van AIDS, dat bewijst toch dat ze een enorm potentieel hebben? Voor Raoul en Matthijs, Requiem voor een oude dame. Ik ken maar één oude dame, dat is Juventus. Ja, en daar is niks mee aan de hand. Dus je zou het kunnen vertalen naar Nederland. En dan kom je uit bij, denk ik, Sparta. Die, voor de club die voor het eerst in zijn bestaan heeft moeten degraderen. Mm-hmm. Notabene onder leiding van de veelgeprezen Frank Rijkaard. Het is wel heel significant en goed dat in alle kritieken die er waren, en die waren er vooral van verdriet dat het is gebeurd, dat Frank Rijkaard een beetje buitenschot bleef. Wat volkomen terecht is, volgens mij. Want elke andere trainer was daar natuurlijk... het hoofd afgehakt en hem niet. En dat vind ik hem. Ik gun hem dit dus helemaal niet. Maar ik was blij te zien dat we met veel eer en compassie en genade hem hebben behandeld. Maar hoe kan dat nou? Als mens heeft hij me wel geraakt, Frank. Nee, maar is het ook echt. Maar is het ook niet een beetje niet zo slim dat hij het. Of is het juist een mooie romantiek dat hij het is gaan doen? Want zoals Van Halen, die zei: nee, ik ga hier niet meer werken, want het heeft geen nut. Nee, maar hij soms toch ga je ergens werken terwijl je het gevoel hebt: heeft het nut? Ja, en dat doe je het toch. Ik heb daarover gehoord. Ja, en dat wacht je dan af en dan doe je toch je best. Omdat je het extra spannend vindt. Dat vind ik altijd wel goed van die mensen. Maar ik denk dan wel, als iemand anders je dan duidelijk zegt, dat moet je niet meer doen, dan moet je ook. Dat is theoretisch. Maar Henk, dat weet je natuurlijk. Waarom heet Sparta oude dame? Helemaal niet. Maar dan slaat hij kop dus nergens op. Slaat het ook niet, nee. Nee. Dus ja, het is niet goed ook. Niet. Nee. Ik zit te denken, maar jij bent wel heel erg mild. Was je vroeger ook mild? Want ik mocht nooit naar jullie kijken van Boede. Waarom? Omdat het te grof zou zijn. Dat was helemaal niet meer op de radio. Dat was helemaal... Ja, ik heb een probleem. Je kan... als je iemand eenmaal hebt ontmoet, is het heel erg moeilijk om daarna natuurlijk nog... iets lulligs over hem te schrijven of te zeggen. Dat is je toch wel een paar keer gelukt? Voor zover je dat zou willen dan, hè? Want die behoefte heb ik niet vanuit mezelf, maar... Nee? Nee. Ik ben van de week gebeld door Anton Geesink. Ik had iets over hem geschreven. In het Parool. Niet echt heel erg, hoor. Dus met Geesink. Ik denk, ik krijg nou wat. Ik zeg, wat heb ik verkeerd gedaan, meneer Geesink? Maar nee, hij zei dat hij had veel vrienden. Carlo Boshaar, Huisman
En dat wou hij mij even mededelen, dat hij een prettig, gelukkig leven leidde in zijn, onder zijn gelijken. En dus niemand kon hem raken. Oh, wat goed. Maar hij belde jou wel op. Ja, ik had een heel prettig gesprek met hem, uiteraard. Want wie heeft geen prettig gesprek met Gezing? Dus dat was het laatste rottige stukje over Gezing? Ja. Nee, want Gezing is iemand die kan heel veel hebben, volgens mij. Ik zou het gewoon laten doorgaan tot hij belt dat hij inderdaad een kutleven heeft. Daardoor. Het was goed. Het was een artikel over de Rotterdamse voetbalclub Sparta die deze week voor het eerst in haar bestaan uit de Eredivisie degradeerde. Volgens Frank Rijkaard is de analyse simpel. Het ontbrak Sparta dit jaar gewoon aan talent, spelinzicht, doorzettingsvermogen, conditie, tactiek, moraal, geld, spellust, faciliteiten, resultaten, kansen, uitstraling, motivatie, potentie, pinchhitters, spitsen, verdedigers, middenvelders en net dat beetje geluk. Sparta in de eerste divisie is nog tot daaraan toe. Voor de spelers is het een drama. Die worden voortaan geïnterviewd door Hans K. junior. Sparta is geen rijke club. De spelers komen gewoon op de fiets naar thuiswedstrijden. Naar uitwedstrijden gaan ze op de Sparta met. Voor beide. Rien à la main. Niets aan de hand. Ja, dat is niet goed. Dat heeft... dat klopt niet. Het heeft te maken met het taalonderwijs op de middelbare scholen in Nederland. Mm-hmm. Want er zijn zo weinig mensen die nog Frans en Duits willen gaan studeren, dat er ook bijna helemaal geen leraren Frans en Duits meer zijn. En dan wordt er dus door de Nederlandse scholieren in het vervolg geen Duits en Frans meer geleerd. En dat is erg. Dat zou wel erg. Ja, natuurlijk is dat erg. Dat weet ik niet. Wat dan? Dom blijven? Ja, gewoon goed Engels en wat anders. Of zo. Wat dan? Oh, ja. Italiaans? Ja. Ja? Zie. Ja, maar dat vind ik vaak het moeilijke. Dat je die dingen leert, maar dat je niet het begrijpt waarom het eigenlijk is. En dat je ook veel kwijtraakt. En dat als je echt begint te leven, dan kan je al die dingen gewoon opzoeken. Dan hoef je die niet te... Begrijp je? In het normale leven... Ja. Dan kan je gewoon helemaal geen brood kopen of zo. Toch? Nee. Hallo. Papa, ik heet genoeg pijl. De Nederlander in Frankrijk, die zegt niet pain. De Nederlander in Frankrijk zegt brood. En als de bakker dat niet begrijpt, dan zegt hij brood. En als de bakker het dan nog niet begrijpt, dan zegt hij brood, lul. Ja, het is waar, ja. En deze zomer... Maar het antwoord was goed? Ja. Het waren geen quotes uit het eerste interview met de kandidaat-minister voor Buitenlandse Zaken van de LPF? Daar reken ik ook goed. Zo, ook kunnen. Ja. Moet ik nu een kogel vrezen? Ik. Van mij niet. Oh, gelukkig. Je zit al bij Mediapark, dus dat weten ze wel te vinden. Ik zit in de buurtje. Helemaal goed, Henk. Steeds minder Nederlanders spreken goed Frans en Duits. De universiteiten hebben zelfs plannen om letterenstudies op te heffen. Het komt nooit meer goed, zeggen de docenten. De overheid heeft het vak kapot gemaakt. Ach, één behoorlijke bezetting en iedereen spreekt weer vloeiend Duits. Tja, het mooiste van de Franse taal vind ik misschien wel het begin van Baudelaire's Les Fleurs du Mal. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps. Et nous y alimentons nos aimables remords comme les médians nourrissent leur vermine. Een passage die ik graag citeer als ik een autocue tot mijn beschikking heb. Natuurlijk spreken steeds minder Nederlanders vloeiend Duits en Frans. Marokkaans, dat spreken ze goed. Zo. De stand na twee ronden. 5 punten voor de Hollandse Nieuwe en 7 punten voor de oude Bokking. Ja. De derde ronde, 4 foto's op een rij, 1 hoort daar niet bij. Oftewel, wie is de vampirella tussen de medicijnenstudenten? Voor Jan, Jaap en Henk, 4 mensen die helaas niet beschikbaar zijn voor het aspergesteken. Ruud Lubbers, Zinedine Zidane, Giorgio Armani.
en Angelina Jolie. Die hoort er niet bij. Angelina Jolie. Mooie lippen heeft hij, hè? Mm-hmm. Ja? Ja. Ja, dat schijnt zijn waar bekend. Waar kennen we haar ook alweer van? Van Toebreder. Ik verstond je niet? Toebreder. Ik sta je nog niet? Toebreder. Ja, beter kan je niet. Tom praten. Oh, Tom praten. Zo staan zo'n Tom en zeggen, hallo mensen. Tomb Raider. De film. Tomb Raider. Lach aan mij. En ziendendienst. Ja, dit heeft met vluchtelingen te maken. Lewis zit in het vluchtelingenwerk. Angelina Jolie ook, dat weet ik. Die heeft zelfs een kind geadopteerd. Ja. Niet dat je dan in het vluchtelingenwerk zit, alleen. Dan help je het wel mee terug te dingen, laat ik het zo zeggen. En Zinedine Zidane, die is ook volgens mij op die manier geëngageerd geweest. Die heeft in ieder geval geroepen, als Le Pen aan de macht komt, doe ik niet mee voor Frankrijk. Mm-hmm. Ja. En volgens mij is hij ook wel een beetje zo bezig. Zijn vader komt uit Algerije, hè? Ja, dus hij is zelf misschien ook een soort van vluchteling dan. Ja, tweede generatie vluchteling. Tweede generatie vluchteling, ja. Zou die kunnen zijn. Ja. En wie hoort er dan niet bij? Armani. Armani dan niet. Armani. Ik weet niet zoveel van Armani. Ik weet ook. Dat is toch een beetje zijn kleren, daar is hij toch van bekend. Zijn pak toch, hè? Ja. Hij is genoemd naar zo'n pak toch? Hij is genoemd naar de pakken van Jorien van de Heren. Echt waar? Kan het ook zijn dat je producten noemt, dus Armani pakken. Ja. Zinedine Zidane heeft hij een product? Schoen? Misschien? Schoenen? Ja. Lubbers? Wenkbrauwen? Ja, wacht even. Angelina Jolie is van Tomb Raider. Wat? Ja. Tomb Raider. Wat? Tomb Raider. En daar is ook een computerspelletje van. Natuurlijk. En die kan je zelf doen. Zinedine Zidane ook, die kan je ook spelen. Ja. Op je computerspelletje. Oh, en Lubbers ook? Ja, dat ben ik wel benieuwd. Het gaat heel langzaam waarschijnlijk. Ja. Maar dan moet je een baan zoeken. Ik heb met Zinedine Zidane, ik doe altijd Cambuur Leeuwarden tegen Frankrijk. Dat is echt wel een beetje lullig, hè? En dan, ik, en dan wint Cambuur. Nee, ik heb Ronaldo gekocht voor Cambuur. Ja, ja. Die wist niet wat hem overkwam, zeg. Ik kijk soms geen wat is dit nou weer? Persconferentie. Ja, precies, ja. Inderdaad. Alleen dan moesten er wel 3 spelers van Cambuur naar Inter Milan houden. Die hadden helemaal tijd van hun leven. Echt waar. Die zitten daar nu om zich heen te kijken. Ongelooflijk. Nee, die zaten meteen net in de buurt. Armani, Jolie en Zidane zijn ambassadeur voor de UNHCR. Ruud Lubbers als hoge commissaris van de vluchtelingen is hun baas. Angelina Jolie, u weet wel, die staat aan de rand van de dikke lippengrens. En als je over die grens bent, dan moet je 5 kilometer met een jeep rijden. Dan kom je een gids tegen, die neemt je mee de bergen in. Dan loop je de woestijn in. En als je dan 3 dagen onderweg bent, dan zie je een klein dorpje. Ga je het eerste huis binnen en daar woont Vanessa. Lubbers was zeer tevreden over Armani's werk met Afghaanse vluchtelingen. Voor Armani is dat niks bijzonders. Die zit in de mode, die is gewend aan een tent vol hysterische ondervoede mensen. Voor Raoul en Matthijs. 4 grote der aarde. Matt Hermen. Hey. Winston Churchill. Nico van Eichhuizen. En koning Hoessein. En wie hoort er niet bij? Je weet zeker dat die Nico is natuurlijk degene waarvan je meteen zegt, die hoort er niet thuis. Dus die hoort er juist wel in. Maar dan zoek ik dus ontzettend naar wat heeft Nico met Churchill gemeen. Toch die man dood. En daar kom ik zo snel nog even niet achter. Ja, ik weet nog minder van die Nico dan van Nico. Nico was, dat heb ik gelezen, vraag me niet waar, maar ik weet van Nico, dat die heeft ook geen achternaam Nico. Dat is zijn achternaam. Ja, Nico. Ja. Nico, die was vroeger dus bij dat programma betrokken als een soort van voorlichter. Dat zei, nee, je moet je haar met zoveel stijlen. En dat deed hij zo goed dat ze hem ook op een gegeven moment gevraagd hebben van, nou Nico, joh, hey, doe jij het dan anders? Nou, toen is hij dat gaan doen. En wat hebben, daar is ongeveer hetzelfde mee gebeurd. Niet onder die omstandigheden, maar wel door omstandigheden. Die was ook gewoon voorlichter en die is nu ook gewoon lijsttrekker. Mm-hmm. En volgens mij was Churchill. Churchill is in Zuid-Afrika geweest, bij de Boerenoorlog. Ja. Heel lang geleden hoor. Dat is lang geleden, hè? Maar daar was hij als journalist. Dus in wezen als voorlichter van het Engelse volk over de voortgang van de
van de oorlogshandelingen. Dus koning Hoessein doet niet mee. Want die was al koning toen hij geboren werd. Oh? Prins. Prins, nou ja. Prins. Ja. Bloed. Bloed. Blauw bloed. Dat is niet goed. Nee. Maar wanneer, ik hoor nu al een paar keer over dit, dat programma, in dit programma. Maar ja. Wanneer is dat in godsnaam? Zondag? Zondag? Zondag. Ja. Ja, ik heb dus de indruk dat iedereen erover praat, maar niemand heeft het ooit gezien. Nee, met Meernaar en zo. Ja, meer naar Gozer. Nee, kijk, laten we wel wezen. Matt Herbe, die kan er niet zijn. Want als hij het is, dan is hij dus iets wat de anderen niet zijn. En dan zou je mee kunnen beledigen. Dus Matt Herbe is het niet. Nee. Hoessein, heb je hetzelfde probleem. Als je nu iets zegt, Hoessein er niet bij hoort, dan krijg je allemaal kwaaie Joden. Dus, of kwaaie Palestijnen. Dus die kan het ook niet zijn. Ja. Nico. Nico. Is die Nico te beledigen? Die kan je eigenlijk niet beledigen. Ik ken hem niet heel goed, maar als ik hem zo zie, kan hij wel tegen een stootje. Die is onbeledigbaar, volgens mij. Moet je eens kijken hoe hij die muur achter zich heeft neergezet. Hij heeft voor foto's bouwt hij een muur aan zijn hoofd. Hij loopt, hij komt zo studio's binnen. Dit zit aan hem, hij heeft een muur aan hem. Hij is altijd klaar voor een portret, dat is Nico. Ja. Dat vind ik zo knap van Nico. Nico kan je altijd een foto van maken. Ja, jullie weten het gewoon niet. Churchill en koning Hoessein waren vrijmetselaars. Herbe is ook nog steeds een vrijmetselaar. Ja. Maar hij kan niet metselen. Maar Nico van Eigen Huis en Tuin is de enige die een fatsoenlijk muurtje neer weet te zetten. Ja. De vrijmetselaars. Zijn dat niet die jongens die die parkeergarages bouwen voor Van der Valk? Dat Eigen Huis en Tuin, om dat te presenteren, hoef je echt helemaal niet handig te zijn hoor. Dat is allemaal trucage. Kijk maar. Et voilà. Een handig tuinhekje. Nee. De eindstand van vandaag, daar zijn we aan toe. De winnaar is bekend, dus wat ik er verder over zeg is totaal overbodig. 9 voor het team van Raoul en 6 voor het team van Jan-Jaap. Met dank aan de gasten naast Raoul, Matthijs van Nieuwkerk. En naast Jan-Jaap, Henk Spaan. Zoals de longarts zei tegen de cardioloog toen de laatste particuliere patiënt de wachtkamer uitliep. Gelukkig hebben we de foto's nog. De foto van het team van Jan-Jaap. Dit is een moment die vlak voordat hij weer een hele vervelende knieblessure krijgt. Maar ik denk dat Ronaldo zegt van, oh jullie vinden dit grappig, nou wacht maar tot we over 4 jaar naar Duitsland gaan. En de foto van het team van Raoul. Dit is natuurlijk Johan Cruijff en die wijst en die zegt, hier lag net mijn hond, welk kut Koreaantje heeft hem opgegeven? Hiermee zijn we aan het einde gekomen van Dit Was Het Nieuws van deze week. Maar niet voordat we hebben gekeken naar Blatter, 5 seconden na de raadselachtige verdwijning van de wereldbeker. Paus garandeert dat collectegelden goed terechtkomen. EO onder voorwaarden akkoord met erotische weekendfilm. Saskia en Serge unplukt. Pilotversie Jan Jansen de kinderen door NCRV afgekeurd.
Dit was het nieuws. Goedenavond.